Uitstel betekent vooral enorme teleurstelling voor de bewoners en lokale ondernemers. Het is al een aantal keren toegezegd en weer uitgesteld. Het gaat over het in gebruik nemen van dit soort kentekencamera's. Volgens verkeerswethouder Melanie van der Horst is het systeem van de camera's er nog niet klaar voor. En dus worden meerdere van dit soort projecten in de stad, en dat is niet voor het eerst, uitgesteld. Onder meer op de Nieuwmarkt zouden de camera's er komen. 'S Avonds is het er vaak erg druk met taxi's. Het idee was om op bepaalde tijden alleen nog taxi's toe te laten die zich vooraf hadden aangemeld. En het uitstellen van deze manier van werken heeft meer gevolgen voor het gebied. Als de Bijenkorf file er staat, er ook in file, dan staat, is dit een alternatieve route die wordt aangegeven. Komen al die auto's hier over de Krooswinkelsburgwal naar de Damstraat, krijg je hier een hartinfarct. Ook goed voorbeeld voor Amsterdam, de Oude Waal, staat de kade, is een hele slechte staat. Zijn alle parkeerplekken opgeheven, dus er is hier enorme parkeerdruk. En dat is het derde punt, wat je ook met cameratoezicht enorme verbeteringen zou kunnen aanbrengen. Op de Sloterweg hangen de camera's al. Op de smalle weg is het vaak druk. De camera's moeten ervoor zorgen dat het er rustiger wordt, maar ook dat project wordt dus uitgesteld. De bewoners zijn bang dat tijdelijke oplossingen om de drukte tegen te gaan nog veel ingrijpender zijn. Uitstel betekent bij de wethouder mogelijk dat de weg voor iedereen afgesloten wordt. En als de weg voor iedereen afgesloten wordt, dan betekent dat dat het niet alleen oneerlijk is, maar ook gewoon onacceptabel. Wethouder Van der Horst zegt in een reactie dat ook zij het cameratoezicht het liefst meteen had willen invoeren. Omdat intelligente toegang op een aantal plekken bewoners ontzettend zou helpen. Zoals inderdaad bij de Sloterweg en de Nieuwmarkt. Maar als we het invoeren, moeten we het ook echt goed kunnen uitvoeren. De wethouder zegt begin maart met een nieuwe streefdatum te komen voor de camera's. Want dat het toezicht er uiteindelijk komt, dat staat vast. De raad heeft in januari 2022 een besluit genomen. Dat besluit ligt er, dus die camera's komen er. Wat belangrijk is, is hoe we dat gaan inrichten. Zijn er venstertijden voor de winkelcentra bijvoorbeeld? En wordt er ontheffing verleend aan de bewoners die direct naast de camera's wonen? Ja, het komt. Het is alleen teleurstellend en dat het zo lang duurt. En dat is tot op zekere hoogte onbegrijpbaar. Ja. En dat is dus een aanslag ook weer op het vertrouwen van de mensen in de politiek dat ze dat niet lukt.